ben Wim Bink, melkveehouwer. Wij hebben een melkveebedrijf met ongeveer 180 melkkoeien. Als bij ons op het bedrijf er 's nachts een keer een koe moest kalven, dan zet je de wekker. En dan ga je er om een uur of drie 's nachts uit en ga je kijken of dat er al een kalfje is. Maar als je dan in de stal komt, dan zie je dat de koeien het voer te ver voor zich uitgeschoven hebben. En dan ligt de goot helemaal kaal, helemaal leeg. En dan kunnen de koeien niet meer eten. En dat is het probleem. Het is belangrijk dat een koe de hele dag kan eten. Hoe meer maaltijden dat een koe op een dag kan nuttigen, hoe meer dat de pens in balans is. Als een koe last heeft van pensverzuring, dan voelt een koe zijn eigen niet helemaal happy. En dan krijg je nooit de optimale melkproductie. In december 2014 vond Wim de oplossing. Een voeraanschuifrobot. Als ik 's morgens uit bed kom en ik loop de stal in, dan word je al blij dat je ziet dat het voer aangeschoven is. Dat de koeien rustig staan te eten, een mooi ritme in de stal is en goede bezoeken aan de melkrobot. En op een gegeven moment, hoe meer bezoeken dat je op je melkrobot hebt, hoe betere melkproductie dat je hebt. Dus dat is echt de winst. Door een beter bezoek op de melkrobot is bij mij het aantal melkingen gestegen van 2,6 naar 2,9. Als je meer ritme in de stal hebt, dan heb je ook meer rust in de stal. Dan heb je ook minder attentiekoeien. En hoe minder attentiekoeien dat je hebt, 's morgens, hoe eerder dat je klaar bent met je werk. En dat is een groot pluspunt. JOZ, Home of the Clean Stable.